Dit weekend vormde de topsporthal in Almere Poort weer het decor voor de Nederlandse kampioenschappen judo voor senioren. Een van de weinige Flevolandse deelnemers deze editie was deze Thomas van Maurik uit Dronten, die zondag aantrad in de klasse tot 90 kilogram. Thomas combineert zijn studie geneeskunde met topjudo en laat zich tijdens wedstrijden bijstaan door zijn steun en toeverlaat, zijn vader en tevens zijn coach Vincent van Maurik. Want zijn vader is super belangrijk voor Thomas. Ik merk dat ik met geen enkele coach zo'n klik heb. En dat is op zich wel logisch, omdat het je vader is. Maar hij weet precies waar hij mij in moet ondersteunen. Want qua judo gaat het meestal wel goed, maar ik heb altijd gewoon nog even dat setje nodig. Even de kleine dingetjes. En ja, daarin helpt hij gewoon heel erg. Thomas heeft in de wedstrijd graag een schop onder zijn kont nodig. Dus daar mag ik mijn stem gewoon prima verheffen en dat vindt hij fijn. En hier en daar een technische aanwijzing. Maar ja, die gasten die weten echt wel wat ze moeten doen op de mat. Ik heb altijd best wel veel last van spanning. En hij weet eigenlijk precies wat hij moet doen, wat hij moet zeggen. Om te zorgen dat ik gewoon gefocust en rustig op die mat sta. Naast de mat zijn we gewoon heel goed met elkaar. En we weten ook dat dat gewoon in de wedstrijd kan gebeuren. En dat het ook af en toe best wel hard mag zijn. Als het na de wedstrijd maar weer normaal is. Thomas en zijn vader Vincent van Maurik zijn dus onafscheidelijk tijdens judowedstrijden. Vader en zoon moeten elkaar dus af en toe flink de waarheid vertellen om tot goede prestaties te komen op de tatami. Maar geeft dat af en toe geen wrijving, zo'n dubbelrol? Ja, het is soms wel eens lastig. Zeker als het niet zo goed gaat. Het doet dan toch wel meer pijn om het te horen van iemand die zo dichtbij je staat. Maar aan de andere kant, iedere overwinning is ook een stuk mooier op het moment dat je het met je familie mag vieren. Ja, je bent vader en je bent coach. Lijkt me een lastige combinatie. Ja, dat lijkt misschien een hele lastige combinatie, maar het gaat er vooral om dat je daar overeenstemming bereikt met je kinderen. Dat ze dat accepteren van je. En met Thomas doe ik dat eigenlijk al vanaf kinds af aan. En met Ruben, die gisteren toevallig heeft meegedaan aan het NK Senioren, doe ik dat pas sinds kort, omdat het bij Ruben gewoon wat gevoeliger ligt dan bij Thomas. Thomas is nu 21 jaar en geeft de voorkeur aan zijn studie en maatschappelijke carrière. Boven het continu 24/7 bezig zijn met judo. Dat zijn keuzes en dus zit de absolute top er niet in voor de Drontenaar. Als hij echt naar de top toe zou willen, dan zou hij gewoon meer moeten trainen. Maar hij heeft na zijn studie geneeskunde gewoon vrij weinig tijd om zoveel te trainen zoals de anderen dat doen. En dat maakt het lastig. Maar in potentie zou hij wel gewoon met de top mee kunnen. Tijdens het NK in de topsporthal won Thomas twee partijen, maar kon hij zich net niet plaatsen voor de wedstrijden om de bronzen medaille. Maar vooral een voldaan gevoel overheerste na afloop, want Thomas had zich toch maar mooi staande gehouden tussen al die nationale toppers. Op zich best tevreden. Ik had eigenlijk bij het plaatsingstoernooi al niet echt verwacht dat ik me zou plaatsen. Dus dat was al een verrassing. En dat je dan hier twee mag winnen, ja, dat is dan best prachtig. Ja, het was een ware slijtageslag, hè? Ja, het was wel pittig. Ik heb eigenlijk geen potje gehad waarbij ik dacht van, was een lekker potje. Het zijn allemaal hartstikke sterke jongens. En ik merk dan toch dat ik, zeker qua kracht en qua gewicht, toch nog wel echt iets tekort kom. Als vader ben ik daar alleen maar trots op. En zevende van Nederland is natuurlijk ook geen kattenpis. Dus hij heeft het gewoon heel goed gedaan. En in de min 90 is het echt pittig. Hij zat natuurlijk in de 81. En als je dan als 85 kilo jongen in deze klasse mee gaat doen, dat is echt lastig.